Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis dat vandaag centraal staat met het thema de ChristenUnie hier in de regio. Straks twee jonge knapen vanuit Neder-Betuwe die lid zijn van die partij en zich gaan inzetten voor de verkiezingen. En wellicht ook voor de gemeenteraad al daar. Maar nu eerst praten we met de fractievoorzitter van de ChristenUnie uit Tiel en dat is Martin Koning. Martin, van harte welkom. Geen nieuw gezicht, maar wel zeg maar klaar om de arena van Tiel te gaan betreden. Ja. Sinds een maand nu fractievoorzitter en we hebben er met een leuk team hebben we er zin in om de verkiezingen te gaan doen. Even officieel, je zegt fractievoorzitter, maar je bedoelt natuurlijk lijsttrekker. Lijsttrekker. Jolanda is nog steeds de fractievoorzitter en dan blijft ze tot aan... Tot aan de verkiezingen. Ja. Oké. Zij heeft 8 jaar lang de kar getrokken. Dat heeft ze goed gedaan. Hè? Het ChristenUnie-geluid is duidelijk in Tiel naar voren gekomen. Wat wordt jouw geluid? Ik ben natuurlijk een ander persoon. Ik zou waarschijnlijk iets anders reageren op sommige dingen. Soms wat feller, soms wat rustiger. Maar wij willen met elkaar, we hebben een leuk team met elkaar, willen we gaan... Kijken naar de mensen die het moeilijk hebben rondom ons heen. We willen meer ons richten op kinderen, op wijken waar problemen zijn. Mm-hmm. Armoede is best wel groot in Tiel, ja. Verborgen armoede. Om dat op de kaart te zetten, daar gaan jullie dus het een en ander aan doen. Hoe? Hoe moeten we natuurlijk gewoon naar gaan kijken hoe we dat met de andere partijen samen kunnen gaan opzetten. Maar goed, er wordt natuurlijk wel best wat gedaan, hè? Ja, maar er is natuurlijk al het een en ander gedaan met de armoedepact. Daar willen we ook hard op inzetten. Dat er nog beter in kaart komt. Wat we nu zien is vaak dat er aan de achterkant, als het leed al geleden is, dat er dan gewerkt gaat worden. Wij willen eigenlijk meer proberen om aan de voorkant te gaan kijken om armoede te gaan voorkomen. Dus vroeg signalering, dat kun je met partners doen zoals met woningbouwverenigingen. Die zien natuurlijk vaak als de rekeningen niet betaald gaan worden, kunnen die al vrij vlot daarop inspelen. Hoe vind je dat de huidige manier van werken van de gemeente Tiel daarin functioneert? Want er wordt van alles opgetuigd. Er zijn allerlei clubjes, wijkteams. Ja. Ga zo maar door. Nou, er was natuurlijk achterstand. De achterstand die moet ingelopen worden. Ik denk dat we daar al een goed stuk mee op weg zijn. Maar wij willen het echt graag ombuigen naar de voorkant toe. Dus aan vroegsignalering gaan doen. Dus dat je veel beter mensen kan gaan helpen. Het geeft ook vaak een enorme impact in gezinnen als het financieel heel, heel erg zwaar is. Kinderen die dan minder functioneren, minder goed functioneren op school. En alle facetten die daarachter komen van vervelende dingen. En ja, daar wil je gewoon bij zijn op tijd. Nou, dat is een nobel iets om daarnaar te streven. Ja. Wat ik wel opvallend vond, toen jullie lijst bekendmaken. Op 1 jouw persoon, op nummer 2 Ronald Corporaal en op 3 Maatje Smits van der Lek. Maar er werd ook meteen bij gemeld, de wethouderskandidaat, dat is Jolanda Stoetenvlag, het huidige raadslid. Oftewel, zijn jullie klaar om mee te gaan regeren als dat het geval mocht zijn? Nou, we moeten natuurlijk wel oppassen dat we ons niet te groot voordoen. Nee, we zijn maar een kleine partij. We willen natuurlijk een grote partij worden. Op dit moment 1 zetel. 1 zetel. En het wordt natuurlijk hard werken om die ene zetel sowieso weer binnen te slepen. Ja, en om vooruit te komen. We willen echt vooruit komen. Ik denk dat we ook echt wat toe te voegen hebben aan de stad en aan de omgeving. Als wij verder mogen komen, dan zou het heel fijn zijn als zij dat wil gaan doen. Ja, en wat zijn dan de punten, als we het even kort samenvatten, behalve dat de aanpak van de armoede, waar jullie nog meer voor staan? We willen kijken naar het onderwijs. We zijn al een tijdje aan het roepen voor hoger onderwijs, dus hbo-onderwijs, dat naar onze regio toe komt. Ik ben pas in het ziekenhuis geweest, heb een rondleiding gehad. De ziekenhuis is daar ook naar op zoek.
om te kijken of zij hbo-studie hier naartoe kunnen halen. Dat is niks nieuws op zich, hè? Daar is men al jaren mee bezig. Wethouder Vermeulen, een voorgaande wethouder, die heeft ooit nog eens een keer een hbo-studie naar Tiel toe gehaald, maar uiteindelijk heeft dat het ook niet gered. Nee, maar ik denk wel dat Tiel is sinds die tijd wel een stukje groter geworden, gaat nog groter worden. Het is natuurlijk erg jammer dat de jeugd die de capaciteiten heeft om hbo-onderwijs te volgen, dat die de regio uit moeten. En feitelijk krijgen we ze ook moeizaam weer terug. Ja, als ze gepensioneerd zijn. Ja, precies. Ja, komen ze uiteindelijk weer terug naar het mooie Tielse land. Dat is ook goed natuurlijk. Zeker. Maar we zouden ook graag de werkende jeugd hier naartoe terug krijgen of hier kunnen vasthouden. Okay. Nou, dat kun je denk ik doen door hbo-onderwijs hier in Tiel ook aan te gaan bieden. Dus onderwijs, armoedepact, ja. Wat nog meer? Wij hebben het plan opgevat om niet al ons campagnegeld aan onszelf te gaan besteden. Dat is heel verstandig. Ja. Ja. Hebben jullie dat voorheen wel gedaan dan? Ja, voor zover dat er was dan natuurlijk. Er is nu wat. We hebben nu een leuk potje om. Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik bedoel, aan onszelf besteed, leuke feestjes, lekker. Nee, nou, niet in die zin, maar gewoon campagnematerialen, dure advertenties en dat soort dingen. Mm-hmm. Wat we eigenlijk willen is de mensen die in Tiel het verschil maken, dus echt de waardevolle Tielenaren, die willen we op de kaart hebben. We hebben daar ook een actie voor bedacht. Daar zal in de komende weken zal er nog meer naar buiten komen over hoe we dat gaan opzetten. En we zijn eigenlijk op zoek naar de meest waardevolle Tielenaar. We willen dat eigenlijk vormgeven op een manier dat mensen om iemand heen die hele goede dingen doet, dat die een verhaaltje over die persoon schrijven, die ook opsturen naar ons. En daar willen we ook een soort van prijsuitreiking aan vasthangen. Dat is natuurlijk leuk, maar is het dan niet weer een volgende, laten we maar zeggen, Tielenaar van het jaar? Wat je namelijk ziet is dat er heel vaak weer dezelfde personen naar voren geschoven worden op zo'n manier. En niet ten nadele van die mensen, maar het is mooi om aan te geven, de echte Tielenaar. Ja. Hoe ga je die nou bereiken? Nou, we zoeken dus echte mensen achter de mensen. Hè. Dus natuurlijk zijn een heleboel mensen bezig in verenigingsleven en die doen ook hele goede dingen. Maar ik kan me ook voorstellen, de buurman die altijd kookt voor de buurvrouw die ziek is, of omgekeerd. De buurman of buurvrouw die altijd even een boodschapje haalt. Die mensen zoeken we ook. Dat zijn ook echt, voor ons ook echt de waardevolle mensen. Een gezin die het moeilijk heeft, die ondersteund wordt. Dat is vaak in het verborgene. Mm-hmm. En een heleboel mensen vinden dat ook helemaal niet zo prettig om in het licht in de schijnwerpers te staan. Maar we willen ook proberen een positief signaal aan de stad af te geven. Van kijk eens om je heen. Er zijn heel veel mensen die heel veel leuke dingen doen. Ja, de stad zijn wij. Ja. Jullie willen die mensen een podium geven. Hoe gaan jullie dat doen? In eerste instantie willen we dus van de mensen die of die een ander opgeven, gewoon een verhaaltje erbij hebben van wat doen ze nou. Ja. Dus naam van de persoon die dat doet en ook degene die het verstuurt. Dat gaan we bundelen en dan gaan we gewoon een lijst van samenstellen van een top 10 of een top 5. Daar zijn we nog niet helemaal uit. En daar komt dan een persbericht van. Ja, en, ja. En die willen we ook echt, in het zonnetje zetten. Nou ja, nou, dat is een heel goeie. Ja. Nog andere zaken rondom de campagne? Want jullie krijgen het druk natuurlijk, met aan de bak. Nou, waar wij het onder elkaar al met regelmaat over gehad hebben, dat is dat we willen dat Tiel een beetje beter op de portemonnee gaat letten. Ja. We hebben nu een aantal hele grote projecten gezien waar heel veel geld mee gemoeid is. En dan moeten we gaan kiezen bijvoorbeeld voor een zwembad. Moeten we dan voor een mindere variant gaan kiezen. Omdat het geld eigenlijk al aan andere dingen is uitgegeven. En dat vinden we jammer. We willen richting gezin, richting kinderen. Daar willen we het geld aan besteden wat er beschikbaar is. Bijvoorbeeld de omgevingen van de scholen, die moeten veel beter zichtbaar worden voor het verkeer. Mm-hmm. Nu zijn er gewoon scholen, we hebben een keer een gesprekje gehad aan de andere kant Tiel West. Er zijn mevrouw van
Ik wist niet eens dat daar een school was. Ja. En dan denk ik van, ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat soort dingen moeten we gewoon echt gaan oppakken en gaan oplossen. Ja. Actuele zaken die er op dit moment lopen binnen de gemeenteraad van Tiel. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Bedoel ik bijvoorbeeld het project Anders Wonen. Jolanda Stoetenvlag had daar ook een ander geluid in, ja. Wat de meesten lieten horen. En zo zijn er nog wel meer. Hè? Job lanceren hebben we, dat is nog steeds redelijk actueel. Hoe zien jullie dat? Nou ja, anders wonen, dat is voor ons ook iets. We willen het gewoon veel meer met de burgers samen doen. Met de inwoners van Tiel, van de gemeente Tiel samen doen. Dus je moet met elkaar gaan nadenken. Als je zoiets hebt als anders wonen, dat mensen dan in een container ergens neergezet worden. Dan moet je van tevoren, aan de voorkant, moet je na gaan denken hoe je dat op gaat pakken en hoe je dat op gaat lossen. Dat heeft de gemeente zelf, dus het college en de ambtenaren in al hun wijsheid gedaan de afgelopen jaren. Ik denk dat dat stuk wat er ligt, dat is op zich helemaal niks mis mee. Want daar staat alles in wat erin moet staan, zeg maar, gemeentetechnisch. Alleen je ziet het gevolg ervan is dat je niet een breed draagvlak hebt gecreëerd. En ik denk dat dat juist wel belangrijk is, dat je een breed draagvlak creëert voordat je aan grote projecten gaat beginnen. Dus niet andersom? Niet andersom. Okay. En dat zouden we heel graag willen zien. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel zaken. Net zoals zaken die binnen de WMO spelen? Ja, dat is dan niet mijn krachtigste punt. Maar ik denk dat we daar ook wel meer aan de voorkant kunnen doen. Ik zit bijvoorbeeld, nu heeft de schipper zo een keer te binnen, van mensen op de arbeidsmarkt, hè, die dus in de mapjes zitten die wat moeilijker aan het werk komen. Mm-hmm. Ik zou heel graag zien dat we die erbij gaan betrekken, op wat voor manier dan ook. En dat ze uiteindelijk toch zelf een boterhammetje kunnen gaan verdienen. Ja, en dat sluit ook weer aan, zeg maar, de samenleving doen we met elkaar. Ja. En iedereen telt mee. Voor iedereen geldt het dat hij zijn dingetje moet kunnen doen in binnen Tiel. En niet dat ze in een bakje zitten en daarin verloren gaan. Wat is trouwens de slogan van de ChristenUnie als het gaat om de aanstaande verkiezingscampagne van de ChristenUnie Tiel? U bent waardevol. Nou, dat vind ik toch sympathiek van je, dat je ons in ieder geval op waarde inschat. Ja, graag gedaan. Hey Martin, we gaan je veel succes wensen, jou en je collega's. En we zien elkaar ongetwijfeld nog. Ja, dankjewel. In het koetshuis nu twee jongens aangeschoven, laten we maar zeggen vers bloed vanuit Neder-Betuwe. Twee jonge knapen die op de lijst staan van de ChristenUnie al daar. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Niels van Dijken, kom uit Opheusden, 21 jaar, sinds begin dit jaar, vorig jaar actief voor de ChristenUnie en nu op de lijst op nummer 2. Nou, en jij? Ik ben Tim van Ooy, kom uit Kesteren, 19 jaar en ik sta op nummer 3 en ik ben sinds december 2015 ben ik lid van de ChristenUnie. Dus en actief in de Neder-Betuwe. Dus al best wel eventjes actief, zullen ja, we maar zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Hey, waar ik nou zo benieuwd naar ben, twee jonge knapen. ChristenUnie, vertel, hoe zit dat? Ja, eigenlijk vorig jaar liep ik stage voor mijn opleiding op het gemeentehuis. Ik was al wel geïnteresseerd in politiek, al een lange tijd. Want wat is jouw achtergrond? Ik studeer sport, gezond en management. Nou, ik was dus al geïnteresseerd in de ChristenUnie, in de politiek op zich. En toen was ik voor mijn stage op een gegeven moment bij een politieke avond in het gemeentehuis. En toen kwam ik Tim tegen, die zat toevallig naast mij. En ja, zodoende raakten wij in gesprek. En kwam ik bij de fractie en eigenlijk nooit meer weg geweest. Hey, en jij Tim, hoe ben jij politiek betrokken geraakt? Want je bent hartstikke jong. Ik ben hartstikke jong, dat klopt. Kijk, ik heb altijd in de jongerenraad gezeten. En toen op een gegeven moment was er sprak ik Leo van Essenveld, dat was de nummer 2 de vorige keer, 2014. Mm-hmm. En zegt, nou weet je, kom maar gewoon een keer kijken bij de fractie, misschien dat je wel lid wordt. Dus nou, dan ben ik, we komen kijken bij de fractie. En toen heb ik vooral eerst meegelopen, 2 jaar, gekeken van nou, wat kan er beter. En nu gaan we met z'n tweeën echt volle bak aan de gang, zeg maar, vooral met de campagne. Ja, jullie allebei hartstikke gedreven. Maar ik heb nog even, Tim, over jou gesproken, waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè? 19 jaar oud. Wat dat geroepen, ja, politiek, dat is niet sexy en dat is oud en stoffig en oude mensen die ermee bezig zijn en dat moet anders. Jij bent zo'n voorbeeld van, zeg van nou, aanpakken die handel, hoe zit dat? Politiek is heel gaaf, want politiek gaat over de achtertuin van jou en mij en wat er gebeurt in die achtertuin en in die voortuin, in de straat,
Lantaarnpalen is geen sexy onderwerp. Maar wat denk je van de jongerenwerken of het speelruimtebeleid? Kijk, de gemeente beslist over de speeltuintjes. De gemeente beslist over de voetbalveldjes. Dat gaat mij ook aan. Dat gaat jongeren van mijn leeftijd aan. En wij gaan proberen met z'n tweeën om die jongeren zeg maar, ook naar de stembus te krijgen, maar ook gewoon te laten zien dat politiek werkt. Zeg maar. Dat politiek voor iedereen geschikt is en voor iedereen is. Nou, de hartstikke wijze woorden voor een knaap van 19, hè? Daar sluit jij natuurlijk helemaal bij aan. Ja. Hey, de nummer 1 van jullie, dat is, want jullie zijn de nummer 2 en de nummer 3. De nummer 1, vertel daar eens over, de lijsttrekker. Dat is Kees van Hattem uit Dodewaard. Al jaren actief voor de ChristenUnie Neder-Betuwe. Afgelopen 4 jaar ook fractievoorzitter geweest. En hij mag het de komende jaren weer gaan doen. Rustige man. Hoe gaan jullie zeg maar in de gemeente Neder-Betuwe het verschil laten horen? Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, in Neder-Betuwe is natuurlijk de traditionele partijen als SGP, CDA, die al jaren de grootste partijen zijn. En de ChristenUnie is daar wat achtergebleven, 1 zetel. En daardoor ook het geluid niet altijd kunnen laten horen. En wij hopen gewoon door na maat met ook een groter geluid te zijn, dus ook groter in de gemeenteraad, toch echt het ChristenUnie geluid in Neder-Betuwe te laten horen, het sociale christelijke geluid. Maar is dat hetzelfde geluid zo'n beetje in grote lijnen als de ChristenUnie in Tiel? Tiel is sowieso wel een andere gemeente, denk ik, dan Neder-Betuwe. Mm-hmm. Maar de principes van de ChristenUnie zullen, denk ik, in iedere gemeente hetzelfde zijn. Maar wel aangepast. Waar gaan jullie op inzetten? Nou, komende jaren hebben wij eigenlijk 3 speerpunten. En dat met name ook zorg voor elkaar. Ons thema is waardevol Neder-Betuwe. Waarin een samenleving waar iedereen naar elkaar omziet, waar iedereen meetelt, mee kan doen. Komen op voor de mantelzorgers in de gemeente, die ook steeds groter worden en ook soms onder druk staan. Nou, daar komen wij voor op. De mensen die ouder zijn, ook als je landelijk ziet de discussie rondom bijvoorbeeld het leven. Waarin ouderen niet altijd een betekenisvolle plaats hebben in de samenleving. En daar willen wij ons gewoon echt voor inzetten. Ook voor die mensen met een beperking, die niet altijd mee kunnen doen. Ja, dat is met name het belangrijkste, dus gewoon dat iedereen meetelt en meedoet, ook in de gemeente Neder-Betuwe. Als je nou kijkt naar de politiek zoals het loopt en zoals het gaat, hè, dat heeft bepaalde processen die al jarenlang op dezelfde manier gaan. Je bent een jonge knaap. Heb je dan niet zoiets van, dat mag wat mij betreft wel anders? En kun je dat voorbeeld ook noemen? Nou ja, je ziet, de vergaderstructuren zijn altijd een beetje vast. En echt beslissingen op lange termijn. Vaak dat er weer een rapportje overheen komt. We gaan weer analyseren, onderzoek uitvoeren. En wat mij betreft mag dat allemaal wel een tandje sneller. Sommige dingen moeten gewoon direct aangepakt worden. En daar moeten geen jaren van onderzoek of van rapporten overheen gaan. Maar er moet gewoon desnoods morgen een besluit komen. En ik ben ook wel van plan om de komende jaren samen met de fractie gewoon echt concrete plannen die gewoon gelijk uitgevoerd dienen te gaan worden. Als je het nu hebt over plannen die langere termijn zijn, dan praat je bijvoorbeeld in Neder-Betuwe over de energietransitie, hè? Van mm-hmm. de duurzaamheid, een hele discussie van wat gaat er nou gebeuren, waar gaan we op inzetten, hoe zie jij dat? Nou, dat is heel belangrijk. Toevallig zijn we met de gemeenteraad ook in Sabeck geweest, hebben we gezien hoe het kan en hoe het ook moet. We moeten gewoon een verandering. Wat is dat voor een plek? Voor mensen die dat niet weten? Een gemeente in Duitsland die al jaren voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Dat is de enige energie-neutrale gemeente. En zelfs nog iets meer in Europa. Hè? Ja. Nou, dus daar hebben wij gezien dat het gewoon anders kan. En in Neder-Betuwe gaan gelukkig de gezichten steeds meer dezelfde kant op. Dus dat we ook veranderingen willen. En daar gaan we de komende jaren gewoon hard op inzetten. Dat de gezichten echt dezelfde kant op. Dat we echt het klimaat gaan aanpakken. Wat is voor de ChristenUnie van belang? Waar gaan jullie dan op inzetten? Nou, wij willen ook bij de nieuwe woningen dat er gewoon goed gekeken gaat worden naar de duurzaamheid van de gebouwen. In het onderwijs is het belangrijk dat ook de nieuwe jeugd, de toekomstige generatie, echt opgegroeid met hoe belangrijk het is om duurzaam om te gaan met de samenleving. Ook op het gebied van rentmeesterschap, dat je gewoon beseft van dat niet alles zo door kan blijven gaan als hoe we het nu doen. Nou, dus daar is ook gewoon het onderwijs en educatie van belang. Tim, jij bent ook de campagneleider, hè, van de ChristenUnie in Neder-Betuwe. Vertel eens wat over de plannen voor de komende weken tot aan de verkiezingen. Nou, we gaan een waardevol actie doen, daar zijn we al mee begonnen. We gaan taten, of in ieder geval organisaties gaan we als waardevol prediceren. Dat betekent dus dat die mensen, die zetten zich altijd in voor de organisatie waar wij werkzaam zijn. En
die vrijwilligers ook vooral daar, die gaan we gewoon echt een hart onder de riem steken en zorgen dat we nog meer energie en nog meer moed krijgen om die komende paar jaar weer door te gaan. Maar dat gaan we ook doen na de verkiezingen. Dus we gaan niet alleen maar een campagne doen tot en met 21 maart. Nee, onze acties die lopen ook door na 21 maart. Een permanente campagne. Dus het is belangrijk dat wij... Wij zijn niet alleen maar voor de campagne of voor 21 maart, voor de verkiezingen zijn wij voor de burger. Maar ook daarna, wij zijn samen en met de burger gaan wij de campagne in. Maar ook daarna gaan wij door in die campagne en dan gaan we echt verder waar we gebleven zijn. Mm-hmm. Daarnaast hebben we op 16 februari, op vrijdag 16 februari vanaf 19:30 hebben we een campagne aftrap in een notenbalk op Heusden. En dan gaan wij ons verkiezingsprogramma sowieso toelichten en er komt waarschijnlijk iets belangrijks naar voren, maar ja, wat dat is. Dat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. Dat is een mooie cliffhanger als het dadelijk. Hey, en jullie vloggen ook heel erg veel, hè? Althans jij. Nou, we vloggen af en toe. Het wordt steeds meer. Kijk, het is een beetje moeilijk om te vloggen. En ik vind altijd lastig, ja, hoe ga je zelf filmen. Maar het wordt steeds meer. Zeg maar. Waar kunnen mensen dat vinden? Op onze Facebookpagina ChristenUnie Neder-Betuwe. En op de gemeenteraadsverkiezingenpagina gemeenteraadsverkiezingen Neder-Betuwe. Ja, en ook op de website die de Regio TV samen doet met Omroep Gelderland. Ja. Hey, hartstikke leuk, heren. Lekker enthousiast. Hou dat vast. En bedankt voor jullie komst. Super. Hey, dankjewel. Ja. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er de volgende week weer. Graag tot dan.